Ik heb in mijn keuken een fraaie collectie aan smaken verzameld. Want ik wil varkensribbetjes marineren met honing. En daar horen rijkelijk gekruide aardappelpartjes of wedges bij. Ribbetjes. We gaan ze vaak gaan eten op restaurant. À volonté. De kinderen maken er echt een wedstrijd van om ze om ter meest te eten. Vandaag ook ribbetjes op het menu. Ik hoop dat ik er genoeg gekocht heb. De ribbetjes. Het zijn echt wel grote exemplaren. Ik ga elk latje ribben in 3 verdelen. En als je goed kijkt, zie je de mooie vetrand die aan die ribbetjes hangt. Dat zorgt er vooral voor dat die ribbetjes zo smakelijk zijn. Zo. Hier zullen ze wel van smullen, denk ik. Voor de marinade heb ik echt wel een hele hoop ingrediënten nodig. Currypoeder, paprikapoeder, sojasaus, ook een beetje witte wijnazijn, ketchup, honing. Een heel speciaal potje, sambal. En eigenlijk mag daar ook nog suiker bij, want ik wil echt wel een heel kleverige marinade. En dan kan ik de marinade klaarmaken. Natte ingrediënten. 5 eetlepels ketchup. 5 eetlepels honing. Zo. Voor de zure toets ga ik naar witte wijnazijn. Je zou ook altijd citroensap kunnen gebruiken. Voor de zoute toets kies ik voor sojasaus. En opnieuw 5 eetlepels. Zo. Hier kan ik alles roeren. Dit zijn eigenlijk al mijn natte ingrediënten. Ik zorg ervoor dat die nu mooi gemengd zijn. Zo. Natte ingrediënten zijn gemengd. Dan beginnen we met de droge ingrediënten. Opnieuw 5 eetlepels suiker. Natuurlijk, de sterke smaakmakers die gaan we niet in zo'n grote hoeveelheid toevoegen. Paprikapoeder, 1 koffielepel. Oeps. Zo. Ook het currypoeder, 1 koffielepel. En dan de sterkste smaakmaker van de marinade, de sambal. Nu, als je het echt wel heel pikant wil, kan je altijd nog een extra koffielepeltje toevoegen. 1 koffielepel is voor ons voldoende. Zo. De droge ingrediënten mooi mengen met onze natte ingrediënten. Zo. En je ziet dat ik toch echt wel ruim voldoende marinade maak. Want het is toch wel de bedoeling dat die marinade mooi rond de ribbetjes gaat kleven. En dan ontbreekt er nog 2 dingen. De knoflook en een ui. Knoflook 3 teentjes. En dan persen. Zo. En dan nog de ui. Zo. De ui nog bij de marinade. De marinade. Knoflook, ui. Mooi omroeren. Dat zal wel werken. Nu, om die ribbetjes te marineren, ga ik ook een plastic zak gebruiken. De varkensribben even onder de marinade wentelen. Zo. En dan in het plastic zakje. Het is toch altijd leuk om de handen te mogen vuil maken. De laatste rib. Maar ik ga toch nog enkele extra eetlepels marinade toevoegen. Zo. Het zakje mag dichtgezipt worden. Deze ribbetjes gaan minimum 1 uur en liefst overnachten ze even in de koelkast. De rest van mijn marinade gooi ik niet weg, want die gebruik ik straks nog. Bij de varkensribbetjes horen ook lekkere aardappelen. Vandaag maak ik aardappelwedges.
een Amerikaanse term die overgewaaid is naar hier. Uiteindelijk zijn het gewoon aardappelpartjes die ik met een lekkere kruidenmengeling op smaak breng. Ik spoel de aardappelen, want ik ga ze niet schillen. Wel belangrijk, mooi in partjes snijden. De grootte van de partjes hangt een beetje af van de grootte van de aardappel. Normaal gezien een gewone aardappel gewoon in vieren snijden. Nu de marinade, of beter de kruidenmengeling, die is droog. Bestaat enkel uit droge ingrediënten. Ik noem het mijn barbecue-kruiden. Want niet alleen voor aardappelen, maar je kan die kruiden ook op groenten en zelfs op vlees gebruiken. De laatste, dit is al een mooie portie. Voor de kruidenmengeling een koffielepel paprikapoeder. Dan ook nog 1 koffielepel bruine suiker. Van alle andere ingrediënten heb ik een halve koffielepel nodig. Knoflookpoeder. Marjolein, een van de onderdelen van de Provençaalse kruiden. Ons shallotpoeder. Het zijn eigenlijk shallotsnippers. In dit geval gedroogd, ook handig om te gebruiken. En dan nog cayennepeper. Zo. De nootmuskaat, die mag er nog bij. De nootmuskaat is ook wel een heel straf specerij, dus hier gaan we echt wel niet te veel van gebruiken. Een halve koffielepel van de nootmuskaat zou echt wel te veel zijn. Zo. De peper. Mag wel flink wat peper zijn. En ook het zout. Zo. Een hele samenstelling van gedroogde kruiden of gedroogde specerijen. Handig aan deze mengeling. Ik kan ze gerust in een grote portie maken. Heb ik daarvan over, dan kan ik die gerust in een potje apart bewaren voor de volgende keer. Zo. De aardappelen gaan bij de kruidenmengeling. En die mogen ook eventjes trekken. Dus probeer elk aardappelpartje ook van die kruiden te voorzien. Nu met de hand, maar ik zou eigenlijk dezelfde techniek als bij de varkensribbetjes kunnen gebruiken. Gewoon in een plastic zak en goed schudden met de aardappelen. Zou ook kunnen. Zo, oeps, eentje wil er niet bij. Aroma is heerlijk. En eens ze in de pan gaan, gaan al die smaken nog meer vrijkomen. Wanneer de wedges rondom rond gekruid zijn, kan ik verder gaan met de ribbetjes, die intussen perfect gemarineerd zijn. De aardappelwedges heb ik met wat extra olijfolie in een ovenschotel gedaan. En die gaan nu 40 minuutjes de oven in. Natuurlijk ook de varkensribbetjes. Mooi gemarineerd. Net als de aardappelwedges, 40 minuten op 180 graden. Ik heb nog tijd genoeg om een slaatje bij te maken. Kant-en-klaar voor verpakte zakjes, gewassen en gebruiksklaar, handig voor mensen met een druk leven. Het slaatje, extra rode ui, een beetje balsamicoazijn, heel eenvoudig, maar toch zo lekker. Nu, het is nogal een groot exemplaar voor mijn hoeveelheid sla. Zal een halve rode ui voldoende zijn. Laatste plakje. Voilà. Sowieso, die slamengelingen hebben altijd een heel mooie kleur. De uiringen maak ik toch wel een klein beetje los. Want een hele portie ui in de mond smaakt niet zo lekker. Zo. Een beetje olijfolie. Ongeveer 2 eetlepels olijfolie, 1 eetlepel azijn. En dan nog peper. En zout. Zo eenvoudig is het slaatje, enkel nog mengen.
De varkensribbetjes moeten toch best om de 10 minuten een kwartier ingestreken worden met de marinade. En ik ga dat nu de eerste keer doen. De marinade lekker kleverig. De eerste beurt van het insmeren komt eraan. En straks in de oven gaat hij mooi karamelliseren. Belangrijk dat elk ribbetje mooi van een laagje marinade voorzien is. Dit is de eerste lakbeurt. Ik ga die nog een aantal keer herhalen. Na 40 minuten zijn de gemarineerde varkensribbetjes bijna gaar. Dadelijk gaan ze nog even de grill op. De aardappelwetjes zijn heel mooi gebakken. Het ruikt al heerlijk. En ook onze ribbetjes, mooi geglazuurd. Een heerlijke marinade heeft ervoor gezorgd dat ze mooi goudbruin gebakken zijn. Ik zou ze ook op de barbecue kunnen bakken, maar vandaag ga ik ze grillen. Een heel klein laagje olijfolie zorgt ervoor dat ze niet aan de pan gaan kleven. Eigenlijk zijn ze al gegaard, maar door te grillen gaan we daar toch nog die finishing touch aan geven. Dat lekker gegrild smaakje. Zo. Het gaat heel snel, heel kort grillen. Ik ga ervoor zorgen dat al mijn ribbetjes een heerlijk mooie smaak hebben. We zijn klaar. Onze lekkere ribbetjes. Zo presenteer ik het. Het peuzel kan beginnen.